Ja, het is weer weekend en dat betekent op Gamersnet, als altijd, dat het tijd is voor goede frag. Jee, vragen beantwoorden die jullie hebben ingezonden. En daarom willen we ook meteen SmoothKillNL bedanken. Want allereerst, tofste naam. Tofste naam 2017, make it happen. Maar ook een hele toffe vraag, want hij vroeg zich namelijk af, wat zijn de beste oorlogsgames? En omdat eigenlijk, wat is het, de helft van de spellen ongeveer in een oorlog zich afspelen, hebben we gezegd, de keuzes kunnen alleen bestaan uit games in oorlogen die ook daadwerkelijk bestaan hebben of bestaand zijn. Dus geen Warhammer, geen Halo, geen gekke dingen in niet bestaande oorlogen. Dus wat is de beste oorlogsgame uit een oorlog die wel bestaan heeft? Hier gaan we. Let's go. Super goede vraag. Wat is je favoriete oorlogsgame? Ik wil allereerst mijn runner-up even heel kort noemen. Dat is natuurlijk Company of Heroes. Want als je oorlogsvoering wilt, dan is Company of Heroes gewoon een game. Maar dat is mijn runner-up, want de beste game vind ik, een echte oorlogsgame, is wat mij betreft toch wel Brothers in Arms Hell's Highway. De eerste Brothers in Arms deed echt iets heel erg nieuws. Het was namelijk niet een shooter zoals Medal of Honor was of Call of Duty. Super direct, een beetje, toch wel een beetje neppe gameplay die we nog steeds spelen en waar we nog steeds van genieten, is allemaal prima. Maar Brothers in Arms deed het gewoon iets tactischer. Je moest echt flanken. Je moest echt je teammates aansturen. Niet elk schot wat je loste was echt raak. Weet je wel, net als in het echt. Soms heb je gewoon een misfire of dan van lange afstanden werd het gewoon moeilijk. De omgeving waren super realistisch, zoals oorlogsvoering in Europa, onder andere in Nederland. Dat hebben ze echt heel erg goed gedaan in de tijd. En ik snap ook niet waarom er geen nieuwe Brothers in Arms is gekomen. Deeltje 3 was het minste deel. Die was heel erg console gebaseerd. Dus daar hebben ze best wel wat concessies gedaan op de, zeg maar, core gameplay. Hoewel Eindhoven erin zat, wat wel weer vet was. Maar weet je, het was wel een mindere game. Maar ik snap niet waarom ze dat niet terug hebben gebracht. Er zou toch nog een game uitkomen. Dat is een soort van Furious 4 of zo heette die. Maar dat sloeg weer nergens op dat het Brothers in Arms heette. Dat was vet geweest. Maar ik wil gewoon een nieuwe Brothers in Arms. Daar komt het eigenlijk op neer. Check gameplay. Het is echt een super vette game. En tactisch. En oorlog. En vet. Oprecht een hele goede vraag. Ik moest meteen denken aan de game die zich in een oorlog afspeelt en mij het meest in vervoering bracht. En dat is Call of Duty 2. Want Call of Duty 2 was eigenlijk een van de laatste goede Call of Duty's. Oh, there I said it. Multiplayer maakte me niet zoveel uit. Maar het was destijds was het gewoon echt een hele goede singleplayer die echt heel gritty was. En Peter kwam natuurlijk ook al aan met Brothers in Arms en dat heeft dat ook een beetje. Maar ik vond het bij Call of Duty net iets pakkender destijds. Misschien was het feit dat het mijn eerste Xbox 360 shooter was of zo. Ik weet het ook niet meer precies. Maar het was gewoon ontzettend lekker. Of ja, lekker. Ook een soort van benauwd af en toe. Een beetje bedrukkend hoe je daar van die shootouts had. En dat je dan dacht van, als ik heel even mijn kop omhoog steek, dan schieten de Duitsers me kapot. Dus ik moet zo'n stilhandgranata erin mikken en gewoon maar hopen, weet je wel. En dat maakte die shootouts echt super intens. En natuurlijk, dat zal Call of Duty nu ook nog wel hebben. Maar nu is het met lasers en shit. Dus fuck dat. Call of Duty 2 had een fantastische singleplayer. Heel gritty, heel down to earth. Mooi spul was dat. En een aantal keer voelde je echt gewoon in het nauw gedreven. En dat is wat een goede oorlogsgame, denk ik, wel een beetje met je moet doen of zo. Dat je toch wel zoiets hebt van, oeh, lekker schieten, maar het is wel slecht. Doe niet aan oorlogen, mensen. Pacifist. Spread love, not war. Ik vind het oprecht een hele goede vraag, want zoals jullie misschien weten ben ik een groot liefhebber van oorlog. Hoe meer bloed, hoe beter. Hoe meer doden, burgerslachtoffers, maakt me allemaal niks uit. Hoort er allemaal bij. Gruwelen van oorlog brengen mij plezier, mits ze op console zijn en niet in het echt. Mijn favoriete oorlogsgame, ja, ik denk Company of Heroes, die heb ik ook als runner-up, net als Pete. Maar mijn nummer 1, je zal het misschien niet verwachten als je aan oorlog denkt, maar Assassin's Creed 3, de burgeroorlog in Amerika, is een oorlog. En die game was fantastisch. Het is niet de oorlogen die we tegenwoordig gewend zijn met allemaal machinegeweren dat je rondrent en iedereen kapot knalt. Nee, het was gewoon lekker met een tomahawk vanuit de bomen Britse soldaten kapot gooien. Nou, en als ik ergens blij van word, dan is het vanuit een boom met een tomahawk Britse soldaten kapot gooien. Ik ga ook regelmatig gewoon ergens in het bos zitten in een boom, in de hoop dat de Britse soldaten langskomen, maar het is nooit gelukt. Nee, Assassin's Creed 3 was zo vernieuwend, zo tof. Je was een Indiaan en je werd midden in de burgeroorlog in Amerika gegooid. Je kon een beetje varen. Je kon het hele nieuwe land Amerika ontdekken. Dat is voor mij de beste oorlogsgame tot nu toe ooit gemaakt. Ja, goeie frag. Wat eigenlijk je beste oorlogsgame is, waar ook echt historische battles
in voorkomen met eventuele eigen interpretatie natuurlijk. Maar ik vond het wel heel moeilijk om een game te bepalen, omdat ik dacht van ja, dat moet per se een hele oude oorlogsgame zijn, omdat ik recent niet heel veel oorlogsgames heb gespeeld. Natuurlijk wel Battlefield 1. Maar ik denk dat ik kan ook echt niet kiezen. Ik ga er gewoon twee kiezen. Namelijk Age of Empires 2, de beste game op aarde ooit, volgens mijn mening. En Medieval 2 Total War. Ik zit weer volledig in Medieval 2. En in beide games komen natuurlijk historische battles, zoals Battle of Hastings, Battle of Agincourt, Battle of Tannenberg. Natuurlijk Age of Empires 2 met William Wallace onder andere. Met Attila de Hun. Ja, grote namen eigenlijk uit de geschiedenis. En die battles die vecht je na. En hoewel Age of Empires 2 misschien de beste game op aarde is, waarbij die historische battles uitvecht en ook best wel veel van de geschiedenis leert, vind ik de gevechten in Medieval 2 juist wel weer intenser. Omdat je hebt het hele management systeem met de hele Europese map en je kan steden overnemen. Maar dat gaat heel erg via management, via diplomaten. Je kan natuurlijk priesters uitzetten om het geloof uit te breiden. Je kan natuurlijk prinsessen aanstellen om te trouwen en zo weer via familiaire banden aan te gaan. En eigenlijk bondgenootschappen beginnen of juist niet. Ik speel nu als Denemarken en ik maak gewoon iedereen kapot. Ook al word ik geëxcommuniceerd door de paus, ik val gewoon Polen binnen en ik wil gewoon alles. Ik wil gewoon heel Europa en de historische gevechten maken het daarbij wel een stuk intenser. Het hele management systeem is heel tof gedaan natuurlijk. En dat neemt eigenlijk het grootste deel van de game in beslag, maar pareltjes zijn toch eigenlijk wel die gevechten dat je gewoon met een enorm leger van honderden units op een slagveld staat met archers, met bijlmannen, met cavalerie, allemaal ja, awesome units. En natuurlijk de historische battles die tussen Engeland en Frankrijk worden uitgevochten, die zijn zo intens, omdat die honderden units die gaan gewoon echt in real time tegen elkaar strijden. En als je het een beetje goed aanpakt en heel tof flankt, dan kun je echt gewoon een geweldig gevecht op de kaart zetten. En zeker als het dan een beetje historisch accuraat is, laten we wel wezen, het is natuurlijk een eigen interpretatie, maar je leert er ook nog best wel van. En dat vind ik ook wel heel tof. Dat een beetje dat educatieve element, en omdat ik ook wel geïnteresseerd ben in geschiedenis, zijn zowel Age of Empires 2 als Medieval 2 Total War mijn favoriete oorlogsgames. Nou, daar heb je het, een aantal oorlogsgames die ons dicht bij het bloedende hart lagen. Het is natuurlijk superleuk om te horen wat jullie ook als favoriete oorlogsgame hebben. Dus laat het weten in de comments als je zoiets hebt van nee, het is iets compleet anders, jullie hadden het allemaal mis. Dat horen we graag, maar natuurlijk, we zijn ook weer op zoek naar nieuwe vragen voor volgende weken. Het kan ook zijn dat we er eentje op de backlog zetten, dat we er een aantal weken later op terugkomen. Kan allemaal. Je mag er nog steeds ook eentje inzenden met video. Dat is al een paar maanden niet meer gebeurd, maar was ook een leuke manier van je vragen inzenden. Hebben we wel iets meer, zijn we wel automatisch meer iets genegen om die te kiezen. Anyway, ik was Tom van Gamerset.nl. Ik hoop dat je een leuke video vond. Tot snel. Kijk ook eens een keer op de website. Het is namelijk een website. Het is niet alsof we alleen maar op YouTube en Twitter en Facebook zitten. Wat we overigens wel doen. Maar dat terzijde.